Goedemorgen allemaal en hartelijk welkom bij Early Birds. Nou, het woord zegt het natuurlijk al, in Early Birds, vroege vogels. En ik sta hier dan ook gelijk voor de deur van Ruud Veldkamp. Nou, beter bekend ook als Nights of Goede Tijden, Slechte Tijden. En ik zal jullie eerlijk zeggen, het is fucking vroeg. Nou, ik heb een lekker ontbijtje meegenomen. Dus dat wordt spannend, ik ben heel benieuwd. Even kijken, daar staat het al, Veldkamp TV Multimedia. Hij schijnt hier dan ook met zijn broer te wonen. Ruud! Er reageert wel een hondje, maar dat zoeken we niet. Ruud! Goedemorgen! Oh. Ik zie ook geen lampje branden. Ja, hij stond wel voor het raam. Ik ga nog een keer bellen. Dat moet hem zijn hoor. Ruud! Goedemorgen! Hier gaan we weer. Een hele goede morgen. Dag, hallo. Hallo. Wat zijn jullie nou aan het doen hier? Nou, wij hebben een verrassing voor jou. Wij komen jou een lekker ontbijtje brengen. Yeah. En ik dacht, daar heb jij vast heel veel zin in. Ja hoor. Ik hoef pas om 1 uur 's middags te werken, maar om 6:30 graag een ontbijtje. Dat lijkt me heel gezellig. Dat komt maar heel goed uit. Wat heb je er bij je dan? Ik heb van alles bij me. Broodjes, chiderans, noem maar op. Alles wat we nodig hebben voor een goed ontbijt. Oké, okay, nou ik kom eraan. Oké, dan. Yes, het is gelukt. Goedemorgen. Zo, hallo. Weer lekker fris. Er zat er gewoon een hele mooie dame 's ochtends voor mijn deur, jeetje. Ja, dat is lekker. En we hebben nog een ontbijtje ook. Hi, ik ben Cecilia. Ik ben Ruud, aangenaam. Ja, nou je ziet er lekker uit. Lekker fris. Dus mogen we bij jou binnenkomen en lekker even de tafel dekken? Nou, mijn broer die slaapt nog. En die wil ik laten slapen, maar we kunnen daar wel heel romantisch mooi aan het water gaan zitten. Wat leuk is dit? Het is heel dan leuk. Doen we dat. Nou, we gaan dus lekker aan het ontbijt, jongens. Nou, ben jij goed in het openmaken? Sorry, wacht even overnieuw. Ruud, ben jij een beetje goed in het openmaken van flessen? Ik heb er genoeg door mijn handen zien gaan. Ja? Zou jij hem willen openmaken? Nou, dat lijkt me goed. Daar gaat ie! Yes! Zo! Nou, proost! Zullen we er gezellig bij gaan zitten? Yes! Ruud, heb jij nou hier wel eens eerder gezeten met een vrouwtje? Ik heb hier wel eens gezeten met een vrouwtje, absoluut. Ja? En ook met zo'n ontbijtje? Niet met een ontbijtje, gewoon, gewoon met z'n tweeën gezellig. Maar met zo'n ontbijtje, dat is zo origineel heb ik nog niet gehad, nee. Wat doe je nou als je 's ochtends wakker wordt? Wat is eigenlijk het eerste wat je doet? Het duurde namelijk net even voordat je opendeed. Dus vandaag, toen ik wakker werd, heb ik eigenlijk mijn tanden gepoetst. Zo mijn mand om mijn haar gestreken, toen ben ik naar beneden gegaan. Ja. Maar dat valt wel mee hoor, mijn ochtendritueel. Ik word wakker en ik snoes nog een paar keer, want ik krijg mezelf echt niet mijn bed uit. Ik heb een soort van gespleten ochtendritueel. Het ene deel doe ik thuis, het andere deel doe ik op mijn werk. Hè. Ja, en natuurlijk denk ik ook dat iedereen wil weten, is Ruud nog steeds vrijgezel? Ja, Ruud is nog steeds vrijgezel, dus... Dat is leuk om te weten natuurlijk. Hey Ruud, wij moeten natuurlijk een volgende BN'er hebben die wij uit zijn bed gaan lichten. En wie denk jij nou die moet je echt wakker maken, dat is zo'n leuke vent. Wat ik een hele mooie vent vind is Sterretje. Onze Tony Starr, dus DJ Tony Starr. Dus ik vind hem een mooie kerel, ik weet niet of hij 's ochtends ook een leuke vent is. Maar voor mij mag je hem wel wakker maken. Oké. Nou, dan weten we dus, Sterretje, als we jou wakker komen maken, dan komt dat dus door Ruud Veldkamp. Dus dat heb je aan hem te danken. Ik denk dat jij vast nog wel even je bed in gaat zometeen. Dat denk ik wel, ja. En dames, voor de volgende keer. Als je hier dus komt te zitten met Ruud, dan weet je in ieder geval dat het goed zit. Cheers.